Dames en heren, goedemorgen. Privacybeschermers slaan de handen ineen tegen de Nederlandse staat en willen dit land voor de Europese rechter slepen. Ze willen voorkomen dat ons land een centrale database gaat aanleggen met daarin al onze vingerafdrukken. Hier aan tafel Miek Wijnberg, die is voorzitter van Vrijbit. Dat is een vereniging die opkomt voor de bescherming van burgerrechten. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe groot is de kans van slagen eigenlijk? De kans van slagen dat er geen vingerafdrukken en digitale gezichtscan meer worden opgeslagen in een digitale overheidsdatabase is 100%, want dat mag helemaal niet volgens het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Dus dan is de Nederlandse overheid bezig om een plan en een project van de grond te tillen? Bestuur. Ja, precies. Maar ze zijn toch niet achterlijk in Den Haag? Nou ja, u zegt het. Ze geven het zelf toe. Je kunt het zo teruglezen. Woordelijk, de staatssecretaris geeft letterlijk in de Eerste Kamer toe. Inderdaad, het is niet afdoende te beveiligen. Inderdaad, het College Bescherming Persoonsgegevens heeft gezegd, het is tegen de rechten van de mens. We doen het toch? Ja, en met als argument, wij willen voorkomen dat mensen die iets kwaads in de zin hebben, onder een andere naam een tweede paspoort aanvragen en dat is dan via zo'n centrale database makkelijk terug te vinden, ja. Want dan zie je daar dezelfde vingerafdruk. Wie heeft hier nou wat kwaads in de zin? Men gaat een digitale database inrichten, eigent zich de lichaamskenmerken van de hele bevolking toe, doet dat in een database die niet afdoende te beveiligen is, die toegankelijk is voor mensen die daar niet toe bevoegd zijn, van binnenuit, gehackt kan worden van buitenuit en geeft dadelijk de totale bevolkingsadministratie op een schoteltje voor de eerste de beste die daar misbruik van maken. Het is voor uw eigen veiligheid, mevrouw, zegt de staatssecretaris dan. Ja. Ze heeft er geen verstand van. En ze geeft het zelf ook toe ook nog. Goed, we hebben ook contact met de privacyjurist Bart Schemer. Meneer Schemer, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe groot is de kans van slagen in uw ogen van zo'n procedure bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens? Zo'n procedure in eerste instantie is heel lastig. Omdat het de vraag is of Vrijbit eigenlijk een dergelijk proces kan beginnen. Omdat ze niet direct belanghebbende zijn. Wat voor een dergelijk proces wel noodzakelijk is. Ja. Maar ik denk dat op de lange termijn, als je de Nederlandse rechtsmiddelen hebt uitgeput en het komt uiteindelijk in misschien in Europa voor de rechter, dat je in ieder geval een redelijke kans van slagen hebt dat dit niet door de beugel kan. Maar mevrouw Wijnberg zegt, het is strijdig met de rechten van de mensen. Dat heeft het College Bescherming Persoonsgegevens ook al geconstateerd. Heeft ze daar een punt? Daar heeft ze zeker een punt. Alleen het College Bescherming Persoonsgegevens is in deze alleen een adviesorgaan. Dat is niet een orgaan wat kan zeggen, deze wet mag niet worden aangenomen, deze toepassing gaat niet door. Dus de Nederlandse overheid kan in principe het advies van het CBP naast zich neerleggen. Is u bekend eigenlijk, want de reden om deze maatregel door te voeren is omdat we met z'n allen willen voorkomen dat mensen een tweede paspoort aanvragen onder een andere naam die de terreur willen bedrijven of andere nare dingen willen doen. Is u eigenlijk bekend hoe vaak dat voorkomt? Daar zijn wel cijfers over, maar geen hele duidelijke statistieken bij. Maar in de orde van grootte van? Zijn er 10 paspoorten per jaar, 20, 100? Dat zou ik u niet durven zeggen, maar het is een klein aantal. Oké, ik dank u wel. Dat is natuurlijk wel van belang, mevrouw Wijnberg. Want er zijn mensen zoals u die zeggen, je schiet met een kanon op een mug. Nou, dat gebeurt zeker. Het is gewoon principieel onaanvaardbaar. Het is geen methode om dit doel te bereiken. En dan is het doel er ook nog met de haren bijgesleept. Ja, maar goed, voorlopig is die maatregel wel in gang gezet. En moeten we een vingerafdruk afgeven als je een paspoort wilt. Dat moet sinds september, meen ik. Of 21 september is die wet. Dus ja, en mensen hebben nu eenmaal een paspoort nodig. Dus die moeten hun vingerafdruk geven, toch? Precies. En zo gaat onze regering met de eigen burgers om. Ja, hoe lang denkt u dat zo'n rechtszaak duurt bij het Europees Hof? Nou, als het Europese Hof een uitspraak doet en zegt van dit is dus inderdaad verdraagt zich niet met het verdrag van de rechten van de mens. Ja. Dan schiet het in ieder geval beter op dan de hele nationale rechtsgang. Ja. Want er wordt alleen formeel getoetst en linksom of rechtsom en wat er dan ook voor rechtszaken komen, die eindigen hoe dan ook allemaal bij het Europese Hof van de Rechten van de Mens. Dat heeft Vrijbit daar ook duidelijk gemaakt. Ja, als u het daar voor elkaar krijgt, hè, want u bent geen belanghebbende, hoor ik net. Ik ben wel belanghebbende, ik ben gewoon ook de klos en u ook en iedereen. Ja. Daarom en al hebt u onze een leden, wij zijn een vereniging, ja, al onze leden zijn direct gedupeerd. Daarom hebt u ook een petitie in het leven geroepen. Daar is dit de afbeelding van. Misschien kunnen we hem even laten zien. Zo ziet hij eruit. Wat verwacht u dat mensen doen?
Wij hopen in ieder geval dat mensen de petitie tekenen om daarmee duidelijk te maken aan de regering dat ze echt te ver zijn gegaan, dat mensen dit niet accepteren. Er zijn echt mensen die er slapeloze nachten van hebben en zeggen niet, 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 van zo lang zal ze leven niet. Goed. Maar de consequentie, ja, je wordt echt onder druk gezet, ja, is dat als je geen geldig identiteitsbewijs hebt, ja, dan kun je op straat, kan men vingerafdrukken van je gaan maken, want dat heeft men via andere wetgeving geregeld. Je mag niet meer naar een ziekenhuis, je mag geen arbeidscontract meer afsluiten, je hebt geen recht meer omdat op je geen legitimatiebewijs enzovoorts hebt. Dus ja, dit zijn methodes, ja, die niet passen in een democratische rechtsstaat. Dat is in ieder geval en uw opvatting. En ik schaam me kapot voor onze overheid. Ik dank u wel voor uw komst. Ja.